Actrices Tanja Jess en Jasmine Sendar doen mee aan een campagne Share the Mic Now, waarin witte vrouwen hun veelbekeken Instagram-account voor een dag afstaan aan zwarte vrouwen om hun verhaal te vertellen. De actie is vorige week begonnen in Amerika. This is an introductory post to let you know that my account is about to be taken over. Are you ready? Hey everyone! Senator Warren has graciously handed over her Instagram page to me today. Hello! Hello, hello! Hey y'all! Hey everybody! Hello! I am so glad to be on Kourtney Kardashian's Instagram. If you're doing what you're supposed to do, right? You'll never get hurt, right? You never get arrested. You'll never get shot. What can you do to be a part of the solution? Thank you. That's exactly it. Everyone has an opportunity to be a part of the solution. Ja, Jasmine, iedereen kan onderdeel zijn van de oplossing. Heel mooi gezegd. Voelt dat voor jou ook zo? Ja, zeker. Ik denk dat we verschil kunnen maken door te beginnen in je eigen omgeving. Dus ik zeg altijd, wees die olievlek en kijk naar jezelf. Hoe ben ik onderdeel van dit hele gebeuren? Wat doe ik? Durf naar jezelf te kijken en wees gewoon eerlijk. En als je het niet begrijpt of niet snapt, wees daar eerlijk open over. En stel dan de vraag, maar ga eerst zelf aan de slag. En praat er met je vrienden over, je familie. En begin daar. Ja. En dan hoop ik dat je dan die olievlek... En gebeurt dat nu? Heb je die indruk? Ik heb wel het idee, als ik in mijn eigen omgeving kijk... dat er meer mensen in gesprek gaan. Ik krijg zelf ook heel veel vragen. Krijg je andere vragen in één keer van mensen in je naaste omgeving... dan dat je de afgelopen jaren hebt gehad? Ja. Ja. Zoals? Zelfs van vrienden. Ja? Die dan ook excuses aanbieden van... sorry dat ik je toen niet serieus nam. Als je het had over racisme of anders dat je anders werd behandeld... dat ik het eigenlijk opzij heb geschoven of dat ik er niks mee heb gedaan. En nu merk ik wel in mijn omgeving dat ze zeggen van... ik ben ook onderdeel van het probleem. En voor mij werkte het. En wat het voor jou deed, ik vond het erg, maar... dat was voor jou en dat raakte mij niet. En dat ik dan nu wel zeg van maar goed, zo werkt het eigenlijk niet. Hè? We zijn vrienden, dus als ik pijn heb of ergens mee zit... dan hoort dat bij jou ook zo te zijn. Ja, ja. Dus. Maar je hebt er ook best wel lang niet eigenlijk over willen... of misschien wel durven praten, bijvoorbeeld in de pers. Waarom voelt dit inderdaad wel, waarom wil je het nu wel doen? Waarom wil je het wel delen met iedereen? Ik loop inmiddels meer dan 20 jaar mee in de entertainment-industrie. En toen ik begon, mocht ik al blij zijn dat ik überhaupt werk kreeg. Hè? En ik ben heel erg van, ik ben opgegroeid in een witte wijk. Ik moest me heel erg aanpassen. En wees maar blij dat je iets mag doen. En dan ga je daarin mee. Je wordt ouder, je gaat je meer inlezen. We hebben Google. Je leest meer, je ziet meer. En waarin moest je dan vooral aanpassen? Om even een voorbeeld te noemen, mijn haar. Als ik... Prachtig trouwens. Ja, vind ik ook. Ja. Dankjewel. Ik ben ook heel erg blij. Ja. Maar 20 jaar geleden kon dit haar niet op tv. Of werd het gezien als, het is onverzorgd en moet je het niet kammen. En was stijlhaar was de norm, dan kreeg je werk. Het grappige is, ik moet... Pardon? Dan kreeg je werk? Ja. Oh. Ja, want het moet volgens de witte norm. Oké. Okay. Dit is niet volgens de witte norm. En heb ik nog steeds hoor dat soms mensen zeggen... ik vind stijlhaar eigenlijk gewoon mooier. Dan ben je gewoon mooier. Dat ik dan zoiets heb van, wauw, oké. Okay. Ja, goed, weet je, jouw mening, maar dit is mijn haar. Dus ja. Dit is hoe het uit mijn hoofd komt. Ja. En ik ben er heel erg blij mee. En nu ben ik er trots op en straak dat ook uit. En ga ik daar ook voor. Waardoor je dus daardoor ook weer verandering brengt in andermans mening en visie. En ook in beeldvorming. Hè? Ja. Want op het moment dat wij met z'n allen haar look omarmen... dan kan het ook zomaar ineens weer een hype worden. En jonge meisjes van kleur die denken ineens... ik heb echt het coole haar, want dat heeft Jasmine Sendar ook. Weet je wel? Dat is natuurlijk ook heel... belangrijk, daarom ben jij natuurlijk ook een belangrijk rolmodel voor de jongere generatie. Ja. Ik merk het ook bij mijn nichtje hoor. Die is ook opgegroeid in een witte omgeving. En als zij met haar los naar school kwam,
dan ja, zei, ja, was het gewoon lelijk of werd er aangetrokken of aangeroken. Of... Ik krijg nog steeds dat mensen ineens hun hand in mijn haar stoppen. Dat, of dat ik echt denk, seriously, ik ga toch ook niet aan jouw haar zitten? Of aan jouw haar zitten, nee, weet je wel. Ongemakkelijk. Ja, weird. Dat doe je niet. Gek, ja. Nee, ja. En nou ja, Instagram is natuurlijk een platform waarin heel veel mensen ook vanuit de entertainment business, maar überhaupt zichzelf laten zien. Mm-hmm. Jullie zijn dus de verbinding aangegaan tussen witte en zwarte vrouwen. Want is het dan zo dat jij over het algemeen meer gekleurde volgers hebt en jij meer witte volgers? Is het zo zwart-wit gesteld? Nou, niet per se. Want ik lees dan, we zitten te veel in onze witte bubbel. Als je het zo... Als je het echt zou nachecken, zou het me niet eens verbazen als het wel zo is. Want ja, mensen zijn geneigd om hun eigen soortgenootjes op te zoeken. Dus iemand die op jou lijkt, een gelijkgestemde, en daar sluit je vriendschap mee. En dan is het best wel spannend om dat met iemand te doen die er in eerste instantie heel anders uitziet dan jij. En dat is eigenlijk ook wat we met deze actie ook... de oproep die we eigenlijk doen, is van kom uit die bubbel en ga eens actief contact leggen met die ander, om waarschijnlijk vervolgens tot de conclusie te komen dat je helemaal niet zo verschillend bent. Nee, nee. Het is ook wel het is eigenlijk ook wel gek dat zoiets gebeurt. Want als wij wonen in een prachtig land, hè, Nederland, met meer dan 200 nationaliteiten. Maar zien we dat terug in de media? Nee, zien we dat terug in de grote bedrijven? Als dat meer zou gebeuren, dan zou je dat niet eens hebben. Zou dat niet eens in vragen zijn, weet je wel? Sorry, ik ga Duits praten. Nou, ik spreek het, dus dat komt heel goed uit. Ja. Hey, maar laten we even naar een voorbeeld kijken. Want Tanja, jullie hebben buddies, hè? Jullie zijn niet mekaars buddy. Ja. Leg even uit, we hebben een klein stukje van jouw, zeg maar, Instagram presentatie. Ja, Birgit en ik hebben dus, of Birgit is even mijn account vandaag overgenomen. En wij hebben net vlak voor deze uitzending nog met elkaar een gesprek gehad live op mijn account. En daarin vertelde zij onder andere dat zij op de luchthaven aangesproken werd door een dame die met haar op de foto wilde. En de rest vertelt het filmpje zelf. Een dame wilde een foto met mij nemen. En ja, ik zat stom en dacht, oh, nou, misschien kent ze me wel van te veel. Dus ik ging er zo naast aan. En toen ging ze op een gegeven moment dit doen, om te kijken of het niet, of het echt was. Oh ja. My God. Dus ik haal mijn handen weg. En haar man zegt, she never seen a dark human being before. Oh. That's why she wants to make a picture. Ja, ik heb natuurlijk gezegd van, dat ga ik niet doen. Ja, een beetje hetzelfde verhaal als met het haar. Kan jij dan, ja, wat doet dat met jou als je dit soort verhalen hoort? Ja, ik ken die verhalen wel. En dat is een vorm van exotisme. Wat dehumanizing werkt, dus mens ontmenselijkt. En dat is wat mensen zich vaak niet realiseren. Het is helemaal niet kwaad bedoeld van die mevrouw. Nee. En het kan best zo zijn, hè, dat ze nog nooit iemand van kleur gezien heeft en dat heel bijzonder vindt. En ja, andersom zou dat misschien ook wel zo zijn. Alleen we moeten wel ons af gaan vragen van, is het gepast? Mm-hmm. En kan ik dat maken eigenlijk? En hoe haal ik het eigenlijk in mijn hoofd om dat zomaar te kunnen doen? Een stukje fatsoen is toch ook wel gewenst? Ja. Jij hebt ook een presentatie gedaan, of een filmpje gedeeld. Ja, ik ben gematcht aan Gijte Jansen, actrice. En wij zijn 2 keer live gegaan vandaag. En het stukje wat je gaat zien is dat we het hebben over hoe kan Gijte bijvoorbeeld het verschil maken en ja, daar hebben we het voornamelijk veel over gehad. Hoe zij als witte actrice het verschil kan maken. Een bondgenoot kan zijn. Ja, een ally. Dan hoor je wat iemand zegt. En dan hoor je hoe iemand zich voelt. Weet je? En dat is gewoon het allerbelangrijkste in dit hele. Maar misschien ook samenkomen. Ook als je over bepaalde dingen anders denkt. Ja, jullie zoeken echt verbinding, hè? Nou ben jij ook diversiteitsambtenaar. Ambassadeur. Ambassadeur, sorry. Ambtenaar klinkt. Dat is in Almere, dat, geloof ik. Ambtenaar van de diversiteit. Nee. Ambassadeur in Almere. Een van de. Wat doe je daarin? Wat is precies je rol? Nou ja, dat zijn we nog een beetje aan het vormgeven. Dat is iets heel nieuws. Er is in Almere nu een wethouder die dus de portefeuille diversiteit heeft gekregen. Dat is ook nieuw. En die heeft dus een aantal Almeerders benaderd die zich al vaker openlijk hebben uitgesproken over dit onderwerp om mee te helpen. Dus we zijn nu met elkaar in gesprek om te kijken van, nou, hoe gaan we dit vormgeven? Wat kunnen we dan allemaal doen? En
Hoe kunnen we het gesprek openbreken over racisme? Want dat wilde ik ook nog even zeggen, hè? Want je vervalt heel gauw in details van gebeurtenissen en ervaringen die dan heel schrijnend zijn of schokkend, zoals dat wrijven over die arm. En dan denkt iedereen, oh, maar dat zou ik echt nooit doen. En niemand voelt zich dan vervolgens aangesproken. Maar je moet vooruit uiteindelijk. Ik zou eigenlijk juist wel iedereen willen aanspreken van ga eens op zoek naar die racist in jou. En ik weet, het is een heel beladen woord en iedereen schiet meteen in de stress als je het woord racist zegt. Maar wij groeien op in een maatschappij waar institutioneel racisme bestaat. Dus het wordt ons van kleins af aan wordt het ons ingecijpeld. En hoe ben jij zo activistisch of activistisch? Nou ja, actief vrienden, op zijn minst geworden? Vrienden? Mijn vrienden die ik heb, die mij wakker geschud hebben en die het op een gegeven moment gedurfd hebben om het gesprek met mij aan te gaan, bijvoorbeeld over Zwarte Piet. Want zat de racist ook in jou daarvoor? Jazeker. En in welke vorm? Nou, gewoon dat ik dat helemaal niet heb waargenomen. Nee. Dat ongepast was en dat de ongelijkheid niet zien of niet willen zien, I don't know. Maar het moeilijk vinden om dat te zien. Denken van, oh, dus ik heb mijn plek niet verdiend, bedoel je? Dat is vaak toch een innerlijke reactie. Als mensen zeggen, ja, je hebt een white privilege, hè? En je bent bevoorrecht omdat je wit bent. Dan meteen in de verdediging schiet of je aangevallen voelen en denken, oh, dus jij vindt dat ik hier zomaar, dat het me allemaal is aankomen waaien. Dat is niet wat er gezegd wordt. In principe betekent het alleen maar dat je een voorrecht hebt omdat je wit bent. Zo kan je meerdere voorrechten hebben. Bijvoorbeeld dat je van rijke ouders bent of dat je gezond bent. Of noem maar van alles. Maar hebben jullie het idee, want het is nu in de Verenigde Staten echt een volksbeweging gaande. Ja. In tientallen landen wordt er gedemonstreerd, is van alles aan de hand. Nederland ook. Hebben jullie nu het idee dat met wat zich nu allemaal afspeelt, verandert er nu echt iets? Is dit anders dan vorige keren dat er ook tegen racisme geageerd werd? Ik denk het wel, ja. Okay. Ik heb zeker goede hoop. Als ik zie hoeveel mensen zijn opgestaan, zich van zichzelf hebben laten horen en zien. We hebben nu inderdaad ook social media, waardoor je gewoon meer ziet en hoort, wat soms heel erg is, maar het moet gewoon. En dat mensen gewoon wakker gaan worden en echt bij zichzelf gaan kijken van, oké, ik ben onderdeel van het probleem. Hoe kan ik voor mezelf een verschil maken? En mijn medemens, waar ik mee leef, ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt en veilig voelt en dezelfde rechten heeft als hij eigenlijk zou moeten krijgen. Heb jij dat optimisme ook, Tanja? Zeker wel. Wat zij zegt is waar. Social media maakt een groot verschil daarin. Hè. Ik heb het vaak wordt wel eens op gescholden, maar je kunt ook mooie dingen doen. In dit geval komt het goed uit, omdat je natuurlijk gewoon, kijk, normaliter wordt het gefilterd door een redactie, wat wij te zien krijgen op het nieuws. En die redacties zijn bijna allemaal grotendeels wit, let's be honest. Yep. Dus dan krijg je heel goed bedoeld nieuws, wat interessant is voor witte mensen. Ja. Maar er gaat een heleboel nieuws aan ons voorbij, wat we niet te zien krijgen. En nu, door social media, is dat heel erg aan het veranderen. Dat hebben we natuurlijk ook in Amerika gezien. Ja. Met de vreselijke moord op George Floyd. Ja. En dat is zo in your face, daar kunnen we niet meer omheen. Ja. Het is er gewoon, het bestaat. En we moeten daar dat racisme afschaffen. Wat ik nog kwijt wil, is dat ik heel erg belangrijk vind om mee te geven, is dat als ik het heb over Nederland, want we hebben het natuurlijk heel vaak over Amerika, maar we moeten ook niet vergeten dat hier ook heel erg speelt. En wat we daaraan kunnen veranderen, is dat vanuit de educatie het een en ander veranderd moet worden. Er moet gewoon verteld worden wat de keiharde realiteit is geweest van het verleden. Ja. En als we daar eerlijk over zijn, dan gaan we pas echt stappen. Zodat het voor iedereen makkelijker wordt. Maar je hebt een zoon van 14, hè, dat ook die generatie daar heel veel profijt van gaat hebben. En dat er niet wordt gesproken over alleen de Gouden Eeuw, want zo goud was het helemaal niet. Ja. Weet je, dat voor een deel van de bevolking. Voor een deel van de bevolking, ja precies. Voor de andere maar, kant. Nee, precies. Maar dat er gewoon echt eerlijk en open over wordt verteld, zodat we allemaal weten, oké. Hoe gaan we daar verder mee om en dat het niet meer gebeurt? Er zijn hele goede onderwijspakketten en er zijn, dat wil ik ook even zeggen, belangrijke websites voor alle witte mensen die denken, ik wil ook een ally, ik wil ook een bondgenoot worden, ik wil daar eens in gaan duiken. Withuiswerk.nl, oneworld.nl, dat zijn de must-go's. Ga daar maar eens kijken en daar staan alles. Het is gezegd. Dank jullie zeer en veel succes met jullie Instagram-account. Met het uitbreken